Hoe is het om hem hier te hebben? Ja, het is gewoon tof. Het is een basketballer geweest. Hij heeft goede prijzen gepakt. Hij is echt een topsporter in hart en nieren. En het is gewoon heel tof om hem hier te mogen trainen. En hoe pak je dat aan dan? We zijn begonnen met wat trainingen voor zijn kracht, met name in zijn core, core stability. Alicia heeft zo net een cooling down gedaan. Het is echt belangrijk dat hij weer op de hoogste bodem kan acteren. En wat ik vandaag gezien heb en wat ik de overige dagen gezien heb, is echt gewoon echt top. Hij herstelt snel, hij maakt goede progressie en dat is als trainer echt heel goed om te zien. Waar train je dan vooral op als je exclusiviteit, met name exclusiviteit en zijn core moet heel sterk zijn. Want hoe sterker je core, hoe meer je uit een wedstrijd kan halen. Is het voor jou persoonlijk? Ja, het is gewoon heel tof. Het is tof. Als jong mannetje keek ik vaak naar basketbalberoepen nog steeds trouwens. Ik herinner hem echt als een topsporter. En als je dat dan ziet, is het gewoon heel tof en heel fijn om met hem te werken. Het is een goed persoon. Hij neemt heel veel aan en het is gewoon inspirerend om te doen. Iedere dag. En wist je al, wat wist je allemaal van hem voordat je kwam? Ik wist heel veel van hem, maar met name als trainer, professioneel trainer, heb ik hetgeen onthouden wat hij heeft gepresteerd in de sport. Natuurlijk weet iedereen dat hij ook een andere kant heeft. Alleen daar wil ik niet te veel op focussen. Ik ben hier als trainer en ik wil dat hij weer de beste versie van zichzelf is. En we zijn goed op weg. En hoe lang blijft hij hier nog? Hij blijft tot met donderdag hier. Hij is voornemens om in het najaar weer terug te komen en dan gaan we weer verder met zijn programma. En als doel hebben we echt om hem op het hoogste podium weer te zien shine. Zoals we dat vroeger ook gedaan hebben.